Oh, right. Oh. Lekker Vincent. Goedemorgen. Wat zie jij nou? Nee? Geen goedemorgen? Absoluut. Kan moet je het even opnieuw doen? Goedemorgen. Zullen we zo meteen chocolademelk met rum drinken? Rob, vertel even je verhaal. Wat is het probleem? Zullen we zo meteen eventjes beginnen met warme chocolademelk met rum? Nee, ik ben er klaar mee, jongens. We hebben het gisteren weer lekker bond gemaakt. Het was gezellig, het was leuk. Maar, hè? In de avond een man, in de ochtend een man. Maar het is ochtends een man, s'avonds een man, toch? Nee, andersom. S'avonds een man. S'avonds een man, ochtends ook een man. En Robin is een vrouw. Maar wat is jouw... Ik kwam Robin tegen in de lift. Wat is jouw probleem vandaag? Ik ben mijn skipas vergeten. Ik ben alles kwijt. Leuk. Ik ben er klaar mee. Ik heb dus gisteravond, toen ik terug was van de George, ben ik gaan editen. En ik open het vanochtend en ik was echt ver. En ik kom dus vanochtend doe ik mijn laptop open en ik denk van... Hè? Waar is mijn hele vlog? Zeg maar, mijn hele vlog was opeens weg. Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Maar ik ga vanavond of vanmiddag ga ik iets eerder de piste af. Te gaan editen, jongens. Dus het komt helemaal goed. Maar vandaag is het weer een fantastisch mooie blauwe dag. Dus we gaan er weer wat leuks van maken, jongens. Ondanks de capriolen van gisteren gaan we er een mooie dag van maken, Bas. Hop, het komt helemaal goed. Dankjewel. Robin was gisteren bij het eten al aan het pieken. Heel mooi. We zijn vandaag wat later naar de lift gelopen, jongens, maar het enige nadeel daarvan is dit. Lekker, een toprij. Leef jij nog? Ja, het staat wel een soort van dat je denkt van raar en leuk tegelijk of zo. Nee, het is niet helemaal eerlijk, gast. Niet helemaal. Zeg maar, het is niet helemaal jouw ding. Laten we daar, het is niet helemaal jouw ding, toch? Nee, maar doen tegenwoordig soms dingen wat sowieso niet mijn ding zijn. Zoals? Jou. Nou jongens, we zijn bijna boven en dan gaan we er weer een leuke dag van maken. De sfeer zit er goed in, jongens, ik merk het. Hey! Yes. Oh. Wow, jezus. Dit wilde ik helemaal niet. Sowieso. Dit wilde, nu moet ik weer opstaan. Nee, niemand wil dit. Dit wilde niemand. Niemand wilde überhaupt hierheen. Oh jongens, lekker biertje. We hebben een Jägermeister gehaald. Pik, jij bent ook echt een act gewoon, hè? Lopende act. Een wandelende act. Maar zeg maar, ik vraag me dan ook af, zeg maar, voor wie doe jij dit? Is dit dan? Ik gewoon echt lekker vind. Gewoon, ik vind het oprecht echt lekker. Het kan gewoon niet. Het kan. Het kan gewoon niet. Ik heb gewoon weer lekker zo'n warm gevoel in je maag, alsof je weer... Het is van Frederik. Nee, maar je krijgt gewoon weer zo'n warm gevoel alsof je weer voor de eerste keer helemaal verliefd bent. Oké, dat? Ik vind jou echt raar. Oh, ik heb het net gehad. Nou jongens, wij waren met z'n vieren iets later. De ouders die waren hier net en die zijn nu weer... Anderhalf uur later, ja. Ja, meestal gaan we echt vroeg weg. Dan gaan we weer samen om 9 uur weer de lift. Nou, dat is wel heel... Mijn wekker ging gewoon om 7:30, hoor. Ja, mijn wekker ging ook om 7:30, maar je wekker kan wel gaan, maar als je er niet uitkomt. Nee, dat is wel inderdaad eerlijk. Dat is niet helemaal eerlijk. Nou jongens, het is tijd om lekker naar de tent te gaan waar we gaan lunchen. Let's go! Bas is echt sloom. Maar hij helpt nu wel bijna in. Hoi! Gaan we racen? Jongens, daar gaan we. Het is vandaag weer een prachtige dag, jongens. Dus dat is helemaal top. Wat ik net ook al zei op de GoPro, het is vandaag weer een prachtige, fantastische, interessante, leuke dag. Hé, hey, weet je wat ik dus echt gek vind? Ja. Zoals gisteren, dan hebben we echt wel een drankje op. Maar, hoe kan het dat we nooit echt brak zijn hier? Ik snap dat echt niet. Komt door de ijle lucht, denk ik. Ja, ik had laatst tegen jullie toch verteld dat zeg maar na 2 maanden drinken dat ik opeens echt van een paar biers al brak was. Maar hier in de berg met die frisse lucht, gisteren, weet je wel, ik werd wakker en dan dacht ik wel even van...
is niet helemaal best hoe het nu met mij gaat, maar ik voel me fantastisch nu, jongens. En Bas ook. En Robin ook. Alleen Merel weet ik niet helemaal. Nou, ik zei dat ik me eigenlijk fantastisch voel. En dat Bas zich ook fantastisch voelt, Robin ook. Maar bij jou? Ik weet het helemaal niet. Een twijfelgevalletje. Nou goed jongens, we gaan lekker lunchen. Dag meneer. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Wie gaat's toe? Goed, leuk. Ja, daar, très bien. Kom zitten. Dankjewel. Doe kan zitten. Goh, hebben jullie al veel gedaan? Ik heb heel veel gedaan. Jij niet, hè? Jawel, we hebben prima wat gedaan, hoor. Ja. We zijn masselen geweest, daar baantjes gedaan. Nou, we hebben prima gedaan. Ja? Ja. Bas die heeft al Jager op en al een chocomel met rum. Echt? Ja, dat moet toch kunnen? Gast. Ik hou het lekker bij een chihuazzetje. Kijk ze genieten. Ja, lekker. In een intense... genieter van de zon. Nou jongens, we gaan weer door en ik ga denk ik lekker vroeg naar huis. Ik ga ook naar huis hoor. Ja? Mee. Ja. Ik moet ook nog editen. Van een kut weer. Ja, van een kutdag. Kutdag. Nee, ik heb gisteren nacht nog geëdit, maar ik moet nog even een deel afmaken. Dus dan ga ik het even afmaken en dan kunnen we daarna weer lekker door naar de appelski. Ja. Nee, we gaan niet. Echt wel? Ouders gaan ook. Dus grap. Nee. Iedereen gaat. Nee. Je moet weer, Rob. Wat is Robin? Is Robin haar snowboard kwijt? Ja, Robin had haar snowboard tegen een ding aangezet, maar die kan hem niet vinden. Robin is vandaag echt een dwaas. Hoezo ligt dat nou meteen aan haar? Gewoon, Robin is echt brak en onzeker vandaag. Elke vrouw is onzeker. Nou, oké. Nou, daar komt ze hoor. De brakke mevrouw. Oh, nee. Kom op. Je bent echt een onnozele vandaag. Ging net fout. We zijn weer aangekomen bij het hotel, maar deze helling vond ik niet zo leuk. Oeh. Ook in de avond als je dit dan moet lopen, jongens, krijg je wel verzuurde beentjes van. Maar ja, so be it. Wat? Nee, niks. Verzuurde beentjes. Ja. Oh, nou, ik ga lekker editen, jongens. En dan ga ik de sauna in en dan gaan we appelskiën. Maar, is niet helemaal eerlijk. Nee, wacht even. Nee. Er is zo'n guy op TikTok die heet Vic Clay. En die maakt van die leuke horecafilms van: Hey Anna, kom eens even bij mij. Ik zag je bij tafel 5. Topper, hey. Volgende keer even iets beter doen. Ja. Ik vind hem zo geweldig. Merk je nog eens verschil? Hij maakt echt leuke TikToks. Ik ben klaar met editen en ik heb eventjes een andere outfit aangetrokken. Want het is tijd om te gaan apres-skiën. Let's go. Jongens, ik ga vanavond niet drinken. Jij bent heel grappig. We zijn gisteren uit geweest, dat was wel leuk. En we wilden wel heel erg rustig op. Nog één, ga maar. Lekker Vincent. Nee. Annabelle! Ik zat net te gaan. Waar je linker? Nee. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Tot morgen!